Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan iedereen die thuis deze dienst met ons meebeleeft. Een bijzonder welkom voor het Naaldkerkkoor. Fijn dat jullie hier weer zingen. Het is geloof ik de tweede keer. Nou, wie weet gaat er een mooie traditie uit komen. Ik mag u namens de kerkenraad een goede en gezegende dienst toewensen. En we beginnen met stilte. Laten we in de stilte ons hart proberen open te zetten voor de aanwezigheid van de eeuwige. Dit jaar is het thema in de adventtijd, ga mee. Daar zijn we in september als kerk ook mee begonnen. Dus het blijft hetzelfde thema, ga mee. De basis van de schikking symboliseert het zoeken van de weg en samen op pad te gaan. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel. Daarvoor zijn wegwijzers nodig. De vier wegwijzers van de zondagen vormen met kerst een ster. De ster die de weg wijst naar de geboorteplaats Bethlehem. Daar zal de mensenzoon zich laten vinden. Het thema van de eerste advent. De eerste punt van de ster, de wegwijzer, is naar beneden gericht. De mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg gesymboliseerd door een criande in donker. In het duister. We gaan op weg in het duister, waar herinneringen richting geven. Hier zijn we, God, samengekomen in dit huis van u, vol met gedachten, zorgen, verdriet en vreugde. Neem ons als we hier aanwezig zijn. Geef ons richting in ons leven als we ons stuurloos voelen. Geef ons licht in deze donkere tijd van Advent. Zegen ons samen zijn vanochtend en wees dicht bij ons. Amen. En we bemoedigen en groeten elkaar. Onze hulp is in de naam van de levende. Die trouw is tot in eeuwigheid. Wees gegroet in zijn naam die was, die is en die komt.
We bidden nu een gebed om ontferming en tussen de gebeden door zingt het koor steeds Kyrie Eleison. Laten we bidden. Wij roepen tot u, God, dat uw licht niet verduistert, maar dat u ontfermt waar het donker dreigt te vallen. Waar mensen van één volk, kinderen van één vader, elkaar naar het leven staan. Waar de oorlog mensenlevens verwoest en haat zaait. We bidden u. Dat u ontfermt waaraan mensen mateloos verdriet wordt aangedaan. En zij weigeren te berusten, weigeren zich te laten troosten. Waar mensen de moed hebben opgegeven en zichzelf een mislukking vinden. En doof geworden zijn voor elk liefdeswoord. We bidden u. Dat u ontfermt, waar wie van vrede spreekt niet wordt gehoord. Waar mensen opgaan in hun eigen gelijk en geen oor hebben voor andere zienswijzen. Waar de tekenen van een nieuwe lente niet worden gezien. We bidden u. In deze adventstijd verlangen we naar het licht in de harten van mensen, in ons eigen hart. Verdrijf de donkerte, heb ons lief en wees ons nabij. Heer, ontferm u. Amen. Dan nog klamp ik mij vast aan jou.
Ik lees een woord van bemoediging uit Psalm 63, de versen 5 tot 9. U wil ik prijzen mijn leven lang, roepend uw naam de handen geheven. Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed. Jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven. Liggend op mijn bed denk ik aan u. Wakend in de nacht prevel ik uw naam. U bent altijd mijn hulp geweest. Ik juich in de schaduw van uw vleugels. Ik ben aan u gehecht met heel mijn ziel. Uw rechterhand houdt mij vast. We luisteren naar het lied Pak maar mijn hand. We gaan het licht voor jullie ontsteken. En we zingen daarbij een
kinderlied, maar een lied ook voor de volwassenen. Licht voor mij en licht voor jou. God blijft alle mensen trouw. Komen jullie naar voren? Ik hoor al van Martine dat jullie precies hetzelfde verhaal gaan lezen als wij hier in de kerk. Dus dan weten we waar jullie het over gaan hebben. Zullen we het lied nu alvast zingen? Wij bidden om de Heilige Geest en daarna zingt het koor Ergens komt licht vandaan. En wij zingen dan steeds het refrein zoals aangegeven. Laten we met elkaar bidden. O God, kom naar ons toe met uw krachtige liefde, met uw warme genade, met uw vurige nabijheid. En neem intrek bij ons. Vervul ons met uw geest, zodat wij als woning van u licht en warmte uitstralen in deze kale en kille wereld. Open onze harten voor uw woord. Amen.
Ik kwam ergens een grapje tegen dat vooral leuk is voor de vrouwen onder ons. Ik wil u hem niet onthouden en ik zal u zo uitleggen waarom. Hij luidt als volgt. Weet u wat God dacht nadat hij Adam had geschapen en het resultaat van zijn scheppingswerk aandachtig bekeek? Nou, dat moet beter kunnen. Deze grap, ik zeg er voor de zekerheid maar even bij, wil niet de spot drijven met de schepper, maar met de mens. Met de man vooral. De man die de Bijbel in de kerkgeschiedenis zo vaak in zijn eigen voordeel heeft uitgelegd. En soms, dat moet gezegd worden, geeft de Bijbel daar zelf ook aanleiding toe als de man weer eens de hoofdpersoon speelt. Bijvoorbeeld in het Oudtestamentische verhaal over Abraham en Sara. En in de preek vertel ik daar meer over. Maar iets van humor komen we soms ook tegen in de Bijbel. Want we lezen in het Nieuwe Testament een tegenverhaal. We horen het verhaal over Zacharias, de man van aanzien, die zijn plaats gewezen wordt. Dat verhaal uit Lucas 1 gaat Ellie voor ons lezen. En aansluitend zingen we lied 464. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling van Abia behoorde. Zijn vrouw Elisabeth stamde af van Aaron. Beiden waren vrome, gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal jou een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden met de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer. Zacharias vroeg aan de engel, hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd. De engel antwoordde, ik ben Gabriël die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. De menigte stond buiten op Zacharias te wachten en de mensen vroegen zich af waarom hij zo lang in het heiligdom bleef. Maar toen hij naar buiten kwam, kon hij niets tegen hen zeggen. Ze begrepen dat hij in het heiligdom een visioen had gezien. Hij maakte gebaren tegen hen, maar spreken kon hij niet.
Toen zijn tempeldienst voorbij was, ging hij terug naar huis. Korte tijd later werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Ze leefde 5 maanden lang in afzondering en zei bij zichzelf: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen mij niet langer verachten. Gemeente van Jezus Christus. Ik zei al in mijn inleiding dat de man de Bijbel zo vaak in zijn eigen voordeel heeft uitgelegd. Maar de Bijbel geeft, laten we eerlijk zijn, daar soms ook wel aanleiding toe. Bijvoorbeeld in het verhaal over Abraham en Sara. U kent het wel. Op het heetst van de dag zit Abraham in de ingang van zijn tent. En plotseling ziet hij 3 mannen staan. Abraham snelt direct zijn tent uit en nodigt de 3 reizigers uit om hun voeten te wassen en onder de boom wat te eten. De mannen nemen de uitnodiging van de aartsvader graag aan. Abraham haast zich naar de tent van zijn vrouw Sara. Want tja, zo ligt de verdeling blijkbaar. Abraham mag het eten aanbieden en Sara mag het bereiden. En ze mag niet eens zelf bedenken wat ze gaat klaarmaken. Vlug, zegt Abraham, 3 schepel fijn meel, maak deeg en bak brood. Na de maaltijd komt de aap uit de mouw. De mannen zijn niet voor niets gekomen. De man zegt: over 1 jaar zal ik hier terug zijn. En dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben gebaard. Abraham kijkt zijn onbekende gast met grote ogen aan. Sara, een kind, een zoon van hem, dat kan bijna niet. Het is nog nooit gelukt en ze zijn nu allebei veel te oud. Wie is deze gast dat hij een zo ongelooflijke voorspelling durft te doen? Abraham staat de man verwonderd aan. En Sara lacht. En de man hoort het.
Waarom lacht Sara, vraagt hij. Waarom vraagt Sara zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Nu begrijpt Abraham pas wat er aan de hand is. Hij heeft vandaag 3 hemelse gasten te eten. Hij buigt zijn hoofd en Sara komt al even eerbiedig de tent uitlopen. En Sara schraapt haar keel. Ik heb niet gelachen hoor, hakkelt ze verontschuldigend. Maar de gast uit de hemel zegt, oh jawel, je hebt wel gelachen. Smullen voor mannen, dit verhaal. Abraham in de rol van gastvrije sjeik die in de ingang van zijn tent zit en zijn vrouw en knechten het eten laat klaarmaken. En Sara, de volgzame vrouw, het domme blondje dat lacht, terwijl er helemaal niet gelachen moet worden. En dit verhaal was de evangelist Lucas ook bekend. Hij heeft er zelfs uitdrukkelijk aan moeten denken toen hij het verhaal over Zacharias en Elisabeth opschreef. Deze 2 oudere mensen mogen immers de Abraham en Sara van het Nieuwe Testament zijn. Zij zetten het verwachtingsverhaal van het Nieuwe Testament in een onlosmakelijk verband met het verwachtingsverhaal uit het Eerste Testament. Het verhaal gaat door, wil Lucas zeggen. Ooit leefden Abraham en Sara. Ooit waren zij het die meemaakten dat waar het leven doodloopt, God nog ongekende wegen baant. En nu zijn het Zacharias en Elisabeth. Er is niets nieuws onder de zon. Of beter gezegd, er is altijd weer iets nieuws onder de zon. Zo gaat dat met God. Hij is dezelfde en toch telkens weer anders en nieuw. Met Zacharias en Elisabeth is precies hetzelfde aan de hand als met het oud-testamentische stel uit Genesis. Ze zijn kinderloos gebleven en inmiddels al op hoge leeftijd. Misschien dat ook zij er inmiddels zelden of nooit meer over praten. Ze hebben het wellicht aanvaard, verwerkt. Maar helemaal weg is het gevoel van verborgen rouw waarschijnlijk niet. Soms kan de wond door iets kleins opeens weer worden opengetrokken. Vooral als het stil is in huis. Elisabeth heeft daar waarschijnlijk vaker last van dan Zacharias. Zacharias heeft werk. Hij is priester. En vandaag, goddank, heeft hij geluk. Het lot wijst hem aan om in de tempel een reukoffer te brengen. Dat geluk tref je maar zelden als priester. Het is een hele eer om dit te mogen doen. Zacharias glimt. Hij mag het heilige binnengaan om daar het reukoffer te brengen. En daarna mag hij teruglopen naar de voorhof om daar de bijeengestroomde menigte te zegenen. Het is voor Zacharias ongetwijfeld een hoogtepunt. Misschien zelfs wel het hoogtepunt in zijn leven. Dat is het voordeel van man zijn. Of in ieder geval, dat was het in die tijd. Grote voldoening kon op meer plaatsen te vinden zijn. Niet alleen op je erf of in je gezin, maar ook in je functie in de samenleving. Elisabeth heeft als vrouw veel minder mogelijkheden. Ze heeft waarschijnlijk gedacht dat haar voldoening zou liggen in het krijgen en het opvoeden van kinderen. Maar dat is er nooit van gekomen. Zacharias straalt van binnen en van buiten als hij de trappen opklimt en het heilige binnengaat. Hij ontsteekt het vuur op het altaar. Hij brandt de wierook. Hij spreekt de gebeden uit. En dan is er opeens tot zijn grote schrik een onverwachte gast uit de hemel. De engel Gabriël. Vrees maar niet, Zacharias, zegt de engel. Goed nieuws kom ik je brengen.
Je vrouw Elisabeth zal een zoon baren en jij zult hem de naam Johannes geven, want God is genadig. Gabriel vertelt ook nog dat het kind Johannes een bijzonder mensenkind zal blijken. Een kind uit de hemel, een godsgeschenk, een wegbereider. Maar het is maar de vraag of al deze uitleg aan Zacharias besteed is. Hij kan zijn oren namelijk niet geloven. Een zoon, een kind van Elisabeth en mij. Ja, ja, je kunt me nog meer vertellen. Laat me niet lachen. Misschien moet Zacharias inderdaad wel lachen van de zenuwen. Net als Sarah in de tijd. Beste gast uit de hemel, hoe kan ik in godsnaam weten of het waar is wat u mij vertelt? Het is namelijk niet te geloven. Of om het maar helemaal eerlijk te zeggen, ik geloof er geen barst van. Elisabeth en ik zijn te oud voor dat soort dingen. Streng kijkt de engel nu. Ik ben Gabriel, Zacharias. Ik ben altijd in Gods nabijheid. Zacharias schrikt ervan. Zou het werkelijk waar zijn dat God nog wegen weet naar de toekomst als alles lijkt doodgelopen? Zacharias, zegt de engel, het zal gebeuren wat ik jou gezegd heb. Maar tot het zover is, zul jij geen woord kunnen spreken. Tot de belofte uitkomt, zul je stom zijn. En zo geschiet het. De priester kan geen woord meer uitbrengen. En het volk in de voorhof zal zijn woorden van zegen niet kunnen horen. Maar wel zullen ze iets zien in zijn ogen. Iets waarvoor nauwelijks woorden te bedenken zijn. Alsof de priester in verwachting is. In mijn inleiding daarstraks vertelde ik u dat grapje, maar de Bijbel kan er ook wat van. Ook in de Bijbel zit humor. In dit verhaal hebben we te maken met Bijbelse en misschien wel hemelse humor. Want ik zei het al, Lucas heeft aan het oude verhaal over Sarah en Abraham moeten denken. En dat oude verhaal wordt hier als het ware rechtgetrokken. Want nu is de priester Zacharias het domme blondje. Hij denkt dat hij het beter weet dan de engel. En als hij eenmaal overtuigd is geraakt van het goede nieuws, moet hij zwijgend door het leven gaan. Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Maar dat gaat dus even niet bij Zacharias. De priester krijgt een lesje. En dat lesje houdt in dat hij op zijn manier mag ontdekken wat het is om vol te zijn van iets, zonder dat je het nog met iemand kunt delen. Zacharias mag als het ware ontdekken wat het is om zwanger te zijn. In de tijd dat zijn vrouw Elisabeth in verwachting is van het beloofde kind, is Zacharias als het ware zwanger van het goede nieuws dat hij te horen heeft gekregen. Hij moet het 9 maanden lang met zich meedragen. Zijn hart is vol van de grote belofte, maar zijn mond kan er niet van overstromen. Wat een kwelling voor een man om zo lang ergens mee te moeten rondlopen. En dat gevoel kennen vrouwen alleen. Nieuw leven dat je in jezelf meedraagt, maar dat nog niet openbaar is. Dat nog niet gedeeld kan worden. Vol verwachting leven, maar het niet van de daken kunnen schreeuwen. Vandaag begint de tijd van Advent, de tijd van verwachting. Verwachting is aan de ene kant vol zijn van iets. Maar aan de andere kant is het ook nog een ingehouden gevoel. We willen het zo graag dat er een einde komt aan die vreselijke oorlogen.
in Israël en de Palestijnse gebieden in Oekraïne. We willen het zo graag dat het leed in de wereld en in ons eigen leven voorbij gaat en eindelijk alle tranen worden gedroogd. Er is ons toch een belofte gedaan, een visioen gegeven. Echte verwachting kun je niet goed delen. Het is altijd meer en anders dan je aan een ander duidelijk kunt maken. Het zit hier van binnen. Je hoopt het zo, je ziet er naar uit. Je bent zo benieuwd, maar het is nog niet zo ver. En altijd weer knaagt er iets van onzekerheid. Zou het wel goed gaan? Zou het wel zo mooi worden als ik hoop? Verwachting is een mens eigenlijk te veel. Je kunt het bijna niet met je meedragen. De tijd van Advent is in die zin ook een lastige tijd. En ik zei het al, ons leven lijkt op Advent. We zien uit. We turen, we verlangen, we hunkeren. Wordt het waar? Huub Oosterhuis dichtte het zo. Komen wat komen moet. Nog meer onduldbare dagen van angstig vragen. Hoe verder? Nachten van niet meer weten. Wie ben ik? Komen wat komt. Maar laat het om jou zijn dat wij het uithouden. En niet om niemand. Dat wij de beker drinken tot de bodem. Dat wij dit leven leven tot de dood. Komen wat komen moet. Maar laat het niet voor niets zijn dat wij het uithouden. Laat het niet om niemand zijn. De tijd van Advent is ons leven. Mensen zijn wij die het amper kunnen geloven. Die vragen stellen. Zenuwachtig lachen. Niemand weet. Wie weet? God weet. Amen.
Laten we nu met elkaar danken en bidden. God, wij danken u voor alle goeds dat u ons gegeven heeft. Ook voor dit samen zijn danken we u. Katholieken en protestantse gelovigen die met elkaar zingen, luisteren en bidden. Het is fijn om zo bij elkaar te zijn. Dank u voor alle zegeningen in ons leven. En God, geef ons kracht om door te gaan en niet op te geven als de twijfel toeslaat, de wanhoop, de onzekerheid. Leg deze zin in ons leven dat wij voor u bestaan, gekend, in tel. En houd ons vast als wij dreigen te vallen. Wij bidden u voor onze wereld. Al die plekken op aarde waar mensen in nood zijn. Waar het leven een hel is. Waar angst het bestaan beheerst. We horen en zien er iedere dag over. Wees aanwezig, zo bidden wij. En voor onszelf bidden we, houd ons staande in de verwachting die nog geen zekerheid is. Dat wij het uithouden en de moed niet laten varen. Dat wij vertrouwen in u blijven houden. In u, de God die altijd de wegen weet naar de toekomst, als alles lijkt doodgelopen. Een voorbeden doen we vanmorgen voor Frans en Marie Wiegand. Nu duidelijk is dat Frans niet meer zo lang te leven heeft. We bidden nu dat hij in vrede dit leven los mag laten. En voor Marie bidden we dat zij kracht krijgt in deze zware tijd. En dat ze getroost zal worden door de liefde die er altijd tussen hen geweest is. Wees ook hun kinderen en kleinkinderen nabij. Wij danken u dat we mogen weten dat u ons zo hebt lief gehad. Dat u ons uw Zoon Jezus gegeven hebt. Lichtbrenger in deze soms zo donkere wereld. We bidden voor hen voor wie de wereld nu zo donker is. In de stilte noemen we hun namen. Laat ook voor hen uw licht opgaan. En we willen samen tot u bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader. Toch ook wel weer mooi om te horen dat je echt twee versies door elkaar hoort. Hè? Tweestemmig, maar wel één gebed. Dat we toch samen gebeden hebben. Dan gaan wij nu zingen het geloofslied, zoals dat staat aangegeven in de liturgie met het koor. Thank you.
Ja, jullie mogen gaan zitten. Want we gaan luisteren naar de diaconale mededelingen door diaken. Interim diaken. Hoe moet ik het zeggen? Maria. En daarna houden we de collecte. Morgen zijn zoals gebruikelijk als eerste de diaconale collecte. En die gaat naar arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal. En die leven al generaties in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van jong geleerd, oud gedaan, investeert de organisatie juist ook in kinderen, zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden plaatsvindt. De tweede collecte is als gebruikelijk voor de kerk. En dan gaan de bloemen met een hartelijke groet naar de familie Braai aan de Hoofdstraat. Maar ik heb meer bloemen. Die heb ik even binnengehaald. Er is een anonieme gift gedaan van een kerklid. En die heeft bloemen gegeven die ik door mag geven aan de vrijwilligers van de mensen die de feestavond van de vrijwilligers heeft georganiseerd. En het is een, ik hoop dat het u duidelijk is. En die mag ik u nu geven. En dan loopt Gerrit net weg, want die kreeg hem natuurlijk als eerste. Maar ik heb er meer. Ik heb ook bloemen voor Vicky Koster, die heb ik gezien. Ik heb ook bloemen voor Carla van Woensel. Die heb ik niet gezien, dus die laat ik staan. En ik heb bloemen voor Marja Muller. Met heel veel dank voor het verzorgen. Nou, dat is van harte gegund. Gerrit, je krijgt ook een bos bloemen. Ja, je hebt iets gemist. Ja, van harte gegund. En een soort virtuele bloemen naar het koor. Wat fijn dat jullie gezongen hebben en nog verder gaan zingen in deze kerkdienst. Het was mooi om jullie in ons midden te hebben. En mooie liederen ook zo om mee te kunnen zingen. Zullen we hen gewoon een groot applaus geven. Nou, dank jullie wel. Straks zingen we na de collecte lied 416.
We gaan nu straks weer hier vandaan, ieder naar zijn eigen plek, naar zijn eigen huis. En u krijgt zoals altijd de zegen mee. Die zegen wensen wij ook elkaar van harte toe. En daar zingen we nu eerst over. Met vrede wens ik je toe. En ga dan nu met zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede.